We werken met DNO met leskaarten en daar ben ik hartstikke blij mee, want het is een makkelijke manier om te kunnen differentiëren met de leerlingen. Ik vind het heel erg leuk dat ze aan een project werken, dus ze werken ook ergens daadwerkelijk naartoe. Ze kunnen ontdekken waar hun kwaliteiten liggen, of misschien juist wel helemaal niet liggen. Waarom een project heel erg mooi wordt en lukt. Maar er is ook de mogelijkheid dat het gewoon niet lukt en dat je op onderzoek uitgaat, ja, waarom is het dan eigenlijk niet gelukt? Het biedt dus heel veel mogelijkheden en het mooiste vind ik nog steeds dat in een groep je toch individueel met de kaarten om kan gaan. Hallo, ik ben Carole van der Wiel. Ik geef het vak DNO met veel plezier. De kaarten zijn ontzettend leuk om te doen. Leerlingen vinden het fijn om zelf een kaart te kiezen. Gaan daardoor veel gemotiveerder aan de slag. We hebben inmiddels al zo'n 100 kaarten gemaakt, waardoor er genoeg keuze is. Leerlingen kunnen ook ontdekken of ze geschikt zijn voor een bepaald beroep. Wat ik heel leuk vind is dat jongens bijvoorbeeld rolstoel rijden, verbandjes aanleggen, dus echt het zorg en welzijn ook erg leuk vinden, terwijl ze dat vooraf helemaal niet bedacht hadden dat het leuk was. En ik zie sommigen ook echt bij me komen en ook zeggen, ja, hier wil ik later mijn beroep van maken. Wat we nu heel veel zien is dat leerlingen ook zelf zeggen, ik weet ook nog een leuke opdracht, en dan vervolgens andersom zelf de kaart gaan maken. Dus eerst de opdracht uitwerken en dan vervolgens zeggen ze, ja, nu de kaart. En dan komen ze met een kant-en-klare kaart aan die ik dan een klein beetje moet verbeteren. Dus dat is ook heel leuk om te zien. En leerlingen vinden dit systeem veel leuker als het oude systeem, waarin je gewoon elk thema verplicht moest doen.